2006 liet Volkswagen de iROC concept zien. En ja, die iROC, dat waren natuurlijk de middelste vier letters van Sirocco. Een model wat Volkswagen al sinds 1816 of 1817 niet meer in productie had. Nou, de reacties op dat model waren heel enthousiast. En daarom kwam in 2008 uiteindelijk deze Sirocco op de markt. En die auto is in Nederland op zich wel goed ontvangen, maar hij werd niet heel goed verkocht. En dat had met name te maken met het feit dat hij werd geclassificeerd als coupé. En daardoor mogen een hele hoop mensen die een leaseauto mogen uitzoeken van de baas hem niet aanvinken op het lijstje van leuke auto's. Terwijl natuurlijk in feite een iets geriestaalde en iets sportiever sturende Golf met drie deuren is. Maar ja, helaas. Dus de Sirocco werd nooit echt een succes en de facelift is ondanks geïntroduceerd door Volkswagen. Alleen in Nederland is de Sirocco helaas uit de prijslijsten verdwenen. Redenen om een Sirocco te kopen? Ja, die zijn er wel. Ten eerste, hij is een stuk toffer en een stuk exclusiever dan de Golf 3 van je buurman. En nou, dat is wat waard. Ze zijn ook een stuk waardevaster dan de Golf. En daarnaast stuurt het ook allemaal net even wat lekkerder en wat strakker dan de Golf. En als je graag een driedeurs coupé wil in deze klasse, dan heeft deze auto ook nog wel bijzonder veel binnenruimte, met name op de achterbank, in vergelijking tot bijvoorbeeld een Megane coupé. Wat motoren betreft waren er een hele hoop varianten leverbaar als we het hebben over de benzinemotoren, van een 1.4 TSI met 122 pk tot aan de Sirocco R met 265 pk. En als je een diesel wilde, dan was dat eigenlijk altijd een 2-liter TDI en die hadden vermogens van 136 tot 170 pk. Op Autoscout24 staan ongeveer 150 Sirocco's te koop. 95% is benzine, 5% is dus diesel. Dat houdt in dat er dus ongeveer 7, 8 diesels te koop staan. Dus als je een diesel wil, ja, dan heb je niet heel erg veel keus. Verder is ongeveer 3/4 van de auto's uitgevoerd met climate control. Dat is op zich prettig. 70% is ongeveer handgeschakeld. En 30% is dus een DSG. Prijzen van de Sirocco beginnen zo'n beetje bij 13.000 euro en tot 20.000 euro is er eigenlijk heel veel keuze. Daar zit het grootste deel. Wil je een Sirocco R, dan beginnen de prijzen vanaf 27.500 euro. En de allerfriste, meest jonge exemplaren met niet al te veel kilometers, ja, die zitten zo tussen de 30.000 en de 35.000 euro. Er zijn uiteraard ook een aantal dingen waar je op moet letten als je deze auto gaat kopen. Op zich zijn de versnellingsbakken redelijk probleemloos, maar check bij de DSG altijd eventjes dat er geen rare trilling in de koppeling zit bij het wegrijden. En hou in de gaten dat vloeistof en dergelijke, zoals altijd, goed vervangen zijn. Heb je een handbak, hou dan even in de gaten dat de twee vooral gewoon soepel moeten inschakelen. Soms spelen die een beetje op. En dat er geen bijgeluiden zijn in de koppeling. Als je een variant koopt met DCC, het variabele onderstel van Volkswagen Sirocco, check even of alle drie de rijmodi ook echt werken. En check de schokbrekers, met name aan de achterkant, eventjes op vloeistoflekkages. Want dat kan duiden op problemen uiteraard. Verder maakt de elektrische stuurbekrachtiging soms wat bijgeluiden, met name op lage snelheid. Dus dat zou je vrij snel moeten constateren. Draai gewoon even het stuur helemaal links, helemaal rechts, voordat je bij de dealer van het terrein afdraait. En dan weet je eigenlijk al of je dat wel of niet gaat meemaken. Verder, de Sirocco is echt te nieuw om roest te hebben. Dus als je ergens roestblaasjes ziet, dan duidt het waarschijnlijk op een slecht gerepareerde schade. Auto's uitgevoerd in Kenny White en in Salsa Red, die hebben wel eens kleurverschil tussen de kunststof bumpers en het metalen plaatwerk. Dat hoeft dus niet te duiden op een slechte spuitbeurt. Tenminste, niet slecht schadeherstel. Maar dat heeft dus gewoon te maken met hoe die auto's de fabriek uitkwamen. Ook in een Sirocco werd die 1.4 TSI gehangen, waar best wel wat problemen waren met de distributieketting. Dus ja, weet gewoon als je een 1.4 TSI koopt, en zeker de variant met 160 pk, die is voorzien van de turbo en een supercharger. Ja, dat blok staat erom bekend dat er problemen mee waren. Er is een coulantse regeling, maar dat is ook niet altijd even makkelijk. Dus ja, weet gewoon die 1.4, ja, dat is gewoon een risicootje. Woon je aan de grens, dan kan het zelfs nog gunstig zijn om in Duitsland je auto een keer naar de dealer te brengen. Want het schijnt dat daar de coulances veel makkelijker worden verstrekt. Verder is er nog de 2-liter TSI. Daarvan is bekend dat die in zustermodellen bij Volkswagen nog wel eens een slokje olie lusten. Bij de Sirocco lijkt dat mee te vallen, maar goed. Neem gewoon het zeker voor het onzeker als je voor die 2-liter TSI gaat en peil regelmatig eventjes de olie. Zodat je zeker weet dat de boel niet kapot rijdt.
Scirocco die heeft nog wel eens wat last van piepjes en kraakjes in het interieur. Met name rammelende zijruiten zijn heel lastig. Is heel lastig om die weer rammelvrij te krijgen. Dus check even goed dat je geen rare bijgeluiden hoort bij de ramen. Daarnaast de 19-inch velgen. Ziet er natuurlijk heel vet uit, maar ze hebben een nadeel. Als je te hard over een drempel jaagt of je hebt een keer een flinke kuil in de weg, dan kan het zijn dat ze breken, barsten, noem maar op. Dat wil je niet. Dus als je voor een exemplaar gaat kijken met 19-inch eronder, check dan sowieso eventjes of de velgen heel zijn. En dan dit exemplaar. We hebben deze auto opgehaald bij Pauw in Kampen, Volkswagen dealer. En deze is ook voorzien van Das Welt Auto certificaat, wat inhoudt dat je 12 maanden garantie krijgt. Het is een 1.4 TSI met 160 pk. Is verder redelijk compleet uitgevoerd, inclusief het RNS navigatiesysteem wat we goed kennen van Volkswagen. Ja, gewoon een prettige auto. Zilvergrijs, mooie wielen eronder. Ziet er keurig uit.